Wij hebben een leuke prijs die jullie gewonnen hebben door de deelname aan heel Gilserije quiz van het lokaal steunpunt Mantelzorg. Oh, wat leuk. En dat is een leuke prijs die is beschikbaar gesteld door Albert Heijn. Zijn rijen, dus er zit allemaal lekkers in. En die hebben jullie verdiend door de quiz goed op te lossen. Yes, dat hebben we goed gedaan, dames. Hallo, aan wie mag ik hem overhandigen? Tini, wil jij hem aanleggen? Ja, nou, alsjeblieft. Er zitten best wel lekkere dingen in. Verdeel ze onder elkaar. Oh, dat is goed van. Maar geniet ervan. Maar ik hoop dat jullie het ook leuk gevonden hebben door deel te nemen aan de quiz. Ze vonden het wel af en toe een beetje moeilijk, heb ik begrepen. Ja. Er moest wel af en toe heel goed nagedacht worden. Ja, maar we geven het niet weg, hè? Nee. We moeten er wel wat voor doen. Nou, wij zeggen maar in ieder geval dat we het erg leuk vinden. Oké, heel fijn. En dat zullen we zeggen. Nou, geniet ervan met elkaar. Ja, dankjewel. En we zetten hem op. Ja, oké. Gaan we zeker doen. Tot ziens, hè. Naar je toe. Deze zomer. Kijk eens, jij hebt een leuke prijs gewonnen. Super. Leuk. Beschikbaar gesteld door de Roselaar. Aha. Er zit nog een mooie bon bij. Altijd goed. Dus daar kun je nog eens een keer op termijn een leuk bloemetje voor kopen. Kijk, hartstikke mooi. En je hebt meegedaan aan de quiz. Ja. En vond je het moeilijk? Je was er vlug uit? Ik was er snel uit, ja. Dat hoef je er echt al mee. En het was gewoon zorgen voor elkaar. Ja, ja, dat doen we toch alle dagen. En dat doen we allemaal, hè? Als het goed is. Ja. Toch? Alle dagen. Ik wil je deze graag overhandigen. Dankjewel. En heel veel plezier ermee. En we hopen dat je nog vaak, als we eens wat doen, meedoet. Ja, liefst wel. En dan is het ook de bedoeling gewoon lekker voor de buis. Via Hallo Gilserijen. Ja. Kan ook wel, ja. Een leuke deelname was het. Dankjewel. Bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan. En geniet ervan. En dankjewel, hè. Ja. Leuk. Ik ben er heel blij mee. Oké, ja, super. Mooi zo. Daar moeten we zijn, Lia. Ja, kan ik het graag nemen? En mevrouw Wouters, die samen met haar moeder de puzzel heeft gemaakt. Ja, meegedaan heeft aan de quiz. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. En jullie hebben een leuke prijs gewonnen. Ik zie het, ja, netjes. Die komen wij bij jou aan de deur brengen. Ja. En wij gaan ervan uit dat je hem deelt samen met je moeder. Ja, ik heb ze vanmorgen nog gesproken. Dus ik zei al, kom eens maar hier naartoe, maar dat deed ze niet. Nee, dat vond ze een beetje te veel. Dat was te veel, ja. Maar wel leuk dat jullie meegedaan hebben. Ja, wat was heel leuk. En zeker ook dat je het samen met je moeder hebt gedaan. Ze is 87, hè? 87, ja. Dus en kon ze het een beetje volgen? Nou ja, we hadden het teruggezocht op internet en dan kun je het langzaam maar af afspelen. Ja, en dan opzoeken. Zoeken. Heel goed gedaan. Dus zo hebben we tijd gedaan. Ja. Nou. Fijn dat jullie meegedaan hebben. Ja, graag gedaan. Hopelijk was het ook voor je moeder een leuk tijdverdrijf even. Om via Hallo Gilserijen toch lekker in de bank zittend samen met jou mee te doen. Ja, dat is ook zo. Maar ze doet zoveel puzzels met alles mee. Dus nou, dan heeft ze eindelijk ook eens een keer gewonnen. Ja, we gaan hem splitten. Dus. Ja. Hij is goed vol om te splitsen. Ja, daarom. Ja. Dus, nou, heel hartelijk dank voor de meedoen. Dank je wel. De groetjes aan je moeder. Ga ik doen. Geniet ervan, want het is gezond, hè? Ja, dat is zeker sowieso. Ik zal het hier wel meteen even naar de brengen, dus dan komt het helemaal goed. Nou, heel fijn. Hartstikke bedankt. Ga je volgende keer weer meedoen, hè? We gaan het doen. Oké. Okay. Okay. Fijne dag nog, hè. Ja, dag. Namens het lokaal steunpunt Mantelzorg. Wat superleuk. Want je bent een winnares van heel Gilserijen en Quist. Nou, leuk.
leuk. En we vinden het hartstikke leuk dat je thuis bent en dat je de prijs zelf in ontvangst wil nemen. Ja, natuurlijk. En we hopen ook dat je de volgende keer, als het weer aan de orde is, gewoon weer lekker meedoet. Ik wel, dat quizzen is leuk, hè. En we maken natuurlijk een beetje reclame voor het lokaal steunpunt. Ja. En dan straks de prijswinnaars op de televisie van Hallo Gilserijen. Dus daar gaan we naar kijken, hè? Ja prima. Hartstikke leuk, wat een verrassing. Gefeliciteerd met jouw prijs. Ja. Kijk, dat is jou van harte gegund. Zullen we lekker ruiken. Kijk eens aan. Dan kun je de zomer mee in, hoor. Al die corona van je afspoel. Ja, nou de zon nog, hè. Ja. Hartstikke bedankt. Geniet ervan. Hier bij Kees Bezens. Kees, dat is toch een verrassing, hè? Ja, dat is een verrassing, hoor. Ja, je bent winnaar geworden van een van de prijzen. Kijk aan. Die beschikbaar gesteld zijn door de middenstand. En voor de deelnemers, de prijswinnaars van heel Gilserijen Quist. En ik vind het wel leuk dat ik jou tref. Ja. Want ja, we hebben samen heel wat kilometers gelopen. Ja, precies. En we hebben daar nog een drankje voor. Want zo nu en dan is het best wel lekker om, als het wint, het is een beetje koud, om een Rijns looierke platje te nemen. Ja, heel mooi, dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En bedankt voor het meedoen. Ja, ik vond het leuk om te doen, want het was ook, we hebben het eigenlijk zo vlot zo uit de losse pols even snel ingevuld. Ja. Ging het goed. Ja. Nou, sommige mensen vonden het wat moeilijk, maar... Ja, je kon het natuurlijk nog een keer afdraaien of een keer zien en dan iets opzoeken op internet ofzo. Ja, dat heb ik niet gedaan. Gewoon in één keer. In één keer? Eén keer op ingevuld en klaar. Dan ben je goed op de hoogte met de geschiedenis en zo van rijden. Ja. Goedemiddag, Amber. Hoi. Er was een winnares. Wat leuk. Van een prijs. En die heeft hem beschikbaar gesteld aan een jonge mantelzorger. Wat leuk. En jij valt de eer te beurt. Wat gaaf. En dat is met plezier dat we hier deze mooie mand vol met barbecue gerechten willen overhandigen. Lekker. Hij is best zwaar, er zit van alles in. Want Jan Hapers is niet misselijk, zoals je weet. Nee, zeker. En dat is nog niet alles. Want er hoort nog iets bij en dat ga ik nu even halen. Zal ik deze alvast bij jou neerzetten? Wat leuk. Een beetje zo, hè, dat hij goed in beeld is. Hè? Hele verrassing. Ja, ik ga hem nog even halen wat er nog bij hoort. Hè? Ja. Mooie barbecue en je kunt de spullen die daarin zitten hier heerlijk op klaar maken. Heel gaaf. En ja. Oh, wat leuk. Leuk hè meid? Heel leuk. Ja, het is jou van harte gegund. Ja. En we zijn ook heel blij dat de winnares deze prijs beschikbaar heeft gesteld. Ja. Aan de jonge mantelzorgers. Want je weet, daar zijn we nog druk mee bezig om dat goed van de grond te krijgen. Ja. In Gilze en Rijen. En dit is dan toch weer een moment ook om een beetje te promoten, hè? Ja, zeker. Dus, heel gaaf. Kijk, geniet ervan. Ja, dankjewel. En we komen elkaar nog een keer tegen, denk ik, hè? Zeker. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Fijn. Tot ziens, hè? Super gaaf. Nou, tot ziens. Oké. Dankjewel, hè. Houdoe. Doei.